moeten we dus begrijpen wat de achtergrond daarvan is. De Great Reset. Daarom luisteren ze ook helemaal niet naar onze argumenten. Het interesseert ze niet, want het gaat helemaal niet om argumenten. Het gaat om een hele andere agenda. Niet politiek correct, ik zeg wat ik wil als Baudet. What you gonna do about that? Een regering onder Rutte, never dat ik ze vertrouwd heb. Dingen zijn ironisch, want die feministen maken elke vrouw gek. Deze tijden zijn best wel vreemd. Je bent zeker aan het slapen als je het echt niet weet. Of je nu netjes spreekt en ook de wet niet breekt. Ja, ze gaan je vastzetten net als Andrew Tate. En nog steeds heb ik kamervragen. Hoe kan het dat ze 9 barkie voor een kamer vragen? Best wel zuur, alle prijzen gaan omhoog en je stresst om de huur. Je kan bijna niks meer zeggen door die cancelcultuur. Maar dit is niet politiek correct, ik zeg wat ik wil als Baudet. Er gebeurt niets. Het is alsof je tegen een muur zit te praten. En dat is niet alleen frustrerend en verdrietig en naar. Ik durf te zeggen vanavond dat dat strategie is. Hè? Wat denk je? Ik kom zomaar hier een speech houden. Ja, bejaarden laten werken, dat is triest, ouwe. Je mag verdienen, maar zeker mag je niets houden. Alles naar belasting, nooit zal je iets bouwen. Pakken al je geld, gaan je dwingen tot een lening. Ik zeg dit omdat het moet en echt niet uit verveling. Soms dan denk ik, fuck it, waarom uiten van mijn mening? Want ik bedoel het letterlijk, je woorden hebben geen zin. Hou je ogen open, nee, laat je niet kisten. Door een kabinet met een vage minister. Al die politici lopen jaren te niks. Ze moeten weg, maar blijven plakken als klimaatactivisten. Ik ben hem naar wie ze wijzen als er iets gepikt wordt. Ik ben de boer wanneer ze klagen over stikstof. Ik ben de arme die blijft hopen dat hij rich wordt. Cancelen kapot, ik laat het horen via hip-hop.